De digitale voorhoede van Nederland. Voel je daar op je gemak bij, Laura Rozenboom? Digitaal niet zo, maar voorhoede meer. Voorhoede wel. Meer. Op welke manier ben jij voorhoede? Je bent van Start Green Capital. Ja. Wat doen jullie? Laten we daar even beginnen. Okay. Bij Start Green Capital managen we fondsen die investeren niet in beursgenoteerde bedrijven, maar in kleine bedrijven die of starten of al bezig zijn en geld nodig hebben om te groeien. En dat doen wij in alleen maar duurzame bedrijven. En verder hebben we daarnaast ook nog een crowdfunding platform die ook gericht is op duurzaamheid in de hele brede zin. Ja. Dus daar valt ook impact en sociale ondernemers. One Planet Crowd is dat, ja. Hè? Ja. Ja, en vanwaar deze focus? Nou, ik ben eigenlijk 20 jaar geleden ben ik begonnen in deze sector van venture capital en toen bij Doen Participaties en toen was al de focus postcode loterij. De postcode loterij. Ja, de goede doelen. Ja, van de postcode loterij en die deed je eerst alleen maar giften en leningen. En toen dachten ze, nee, we moeten eigenlijk ook investeren in bedrijven die iets goeds hebben bedacht. Omdat het anders niet duurzaam is in de zin dat het dan ophoudt te bestaan als je ophoudt met geven. Dus toen heb ik samen met Simone zijn we de Doenparticipatie op gaan richten. Mochten we dat opzetten voor de postcode loterij. En toen was het nog heel erg geitenwolle sokken. En wat zijn de volgende stap geworden? Want zo ben je begonnen. Ja, en hoe is het tot nu gekomen? Dat heb ik een aantal jaar gedaan. En daarna ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Mijn eigen beheermaatschappij. Samen met Koenraad de Vries. Die had ik via de Triodosbank ontmoet. En die had het plan om ook een duurzaam fonds op te richten. En toen had de Triodosbank gezegd, nou dan moet je bij Laura zijn, want die doet het al heel lang. En toen zijn we eigenlijk zo begonnen met twee kleine seedfondsen, heette dat. Dat is een regeling van de overheid die innovatie in Nederland wil stimuleren. En dan kan je daar meedoen aan een tender. Dat hebben we gedaan en die hebben we twee keer toegewezen gekregen. En daarna zijn er nog twee veel grotere fondsen bijgekomen van de provincies Noord-Holland en Overijssel. Die hun energiemaatschappijen hadden verkocht en een deel van dat geld weer terug wilden zetten in de maatschappij, in duurzame energie en in duurzame bedrijven. Mm. En ondertussen waren we ook begonnen met crowdfunding, omdat we dachten dat dat wel een leuke aanvulling zou zijn. Omdat er heel veel ondernemers langskwamen die dan net niet in de focus van een van die bedrijven pasten. Zullen we daar ons even mee beginnen? Komen we straks weer op de rest terug. Maar wat crowdfunding, want jij zei namelijk voordat we hier zaten, dat is wel een onderwerp wat mij heel erg boeit. En wat en One Planet Crowd is het. Crowdfunding, ik heb dat zeker in de beginjaren zeer op de voet gevolgd. One Planet Crowd was een van de eerste platforms in Nederland, op zijn minst, die daarmee begon. Wat doet One Planet Crowd? Toen we begonnen we eigenlijk ook met de voorverkoop van nieuwe producten, wat ook in Amerika heel groot is met Kickstarter. Ja. En toen dachten we, nou, dat wordt het ook helemaal in Nederland. Maar toen zijn we eigenlijk, omdat het wel ons vak is, steeds meer ook financieringen gaan verstrekken. En toen zagen we dat dat deel eigenlijk in Nederland veel groter is geworden. Dat je leningen of equity, zeg maar, aan bedrijven geeft via een platform. En in Nederland is de markt natuurlijk sinds 2012 ontzettend hard gegroeid. En we zien ook dat en de gemiddelde die een bedrijf ophaalt, dat was in het begin, kwamen zo'n 30.000 euro of zo ophalen. En nu is het grootste wat is opgehaald en wat ook mag volgens de regulering is 2,5 miljoen. En gemiddeld zitten we denk ik op 4 ton wat de mensen ophalen bij ons. Dus, En je zei, we begonnen met een soort van voorintekening, hè? Van ik heb een mooi plan en koop dit nu alvast en je krijgt het later. En je zegt, we hebben in Nederland gezien dat eigenlijk het andere misschien wel beter aanslaat. Is dat een cultuurding of is het in Amerika, of zie je internationaal vergelijkbare ontwikkelingen? In Engeland wordt ook heel veel geld dus echt geïnvesteerd in leningen of in equity. Dat is eigenlijk de grootste in heel Europa. Die is geloof ik groter dan alle andere landen bij elkaar.
Maar in Amerika is bijvoorbeeld dat Kickstart en Indiegogo zijn daar heel groot. Dus daar zie je veel, veel van die voorverkoopcampagnes die heel succesvol ja. zijn. Hey, en als je kijkt, hey, je hebt een plan en je gaat naar One Planet Crowd. En je hebt geld, zeg maar, en je gaat naar One Planet Crowd, want je wil het mogelijk maken. Wat hebben jullie in die afgelopen jaren daarvan geleerd? Toen we begonnen, toen was er eigenlijk nog helemaal geen enkele regelgeving voor crowdfunding. Toen zijn we helemaal in het begin naar de AFM gegaan. Want wij komen allebei uit de financiële sector, dus we dachten, nou ja, die zullen wel regels hebben klaarliggen wat je moet doen. Dus dat vroegen we toen aan ze. Toen zeiden ze, nee, zo werkt het niet. Zeggen jullie maar wat jullie willen doen, dan zeggen wij wel of het kan of niet. Zelf beginnen maar mee waarschijnlijk, ja, of niet? Dan zeggen wij wel of het goed is. Ja. En in het begin hebben ze eigenlijk helemaal niks gezegd, want ze hadden geen idee volgens mij. Dus ze het een beetje aan zitten kijken. En toen na een aantal jaren kwamen ze steeds met nieuwe dingetjes die je dan goed moet hebben als crowdfunding platform. Je moet rapporteren en je moet hele goede informatie aan de crowd verstrekken. En je moet zeggen hoe goed je tot dan toe hebt gedaan. Nou ja, allemaal logische dingen, maar die hebben ze pas door de loop van de jaren hebben ze die steeds bedacht. Dus, maar dat vind ik ook eigenlijk het leuke aan dat crowdfunding, dat het een beetje nog pionieren is, ja, en kijken wat is kan. Is dat nog steeds zo? Want ja, inmiddels is natuurlijk dat ook gewoon een... Het is nog steeds wel iedereen zo. Iedereen doet crowdfunding. Ja. Ik bedoel, er zijn 1001 verschillende platformen, ja, mogelijkheden, banken doen het ook. Ja, maar de regelgeving wordt eigenlijk steeds meer dichtgetrokken. Ja. En ook Europees willen ze het nu gaan reguleren, ja, wat mij wel handig lijkt. Want nu, tot nu toe hebben alle landen andere regelgeving. Dus daarom is het niet zo groot als sommige platforms in Amerika komen. Die hebben natuurlijk een veel grotere markt. Ja. Ja, en jullie schrijven op je website, dat is best wel bijzonder, dat je een soort groep hebt van 25.000 mensen die geïnteresseerd, ja, zijn in crowdfunding. Dat ja, lijkt me een behoorlijk aantal als je het ook nog beperkt tot wat jullie dan doen, ja, duurzaamheid. Maar ik denk dat het leuke van crowdfunding is dat je als privépersoon zelf kan kiezen waar jij je geld aan wil investeren. Dus, ik denk dat mensen het leuker vinden om voor iets te kiezen waar ze ook in geloven of wat ze willen veranderen. En je ziet, dus is eigenlijk een soort, wij zeggen dat crowdfunding is meer dan geld. En dat willen we eigenlijk zowel naar de mensen die investeren, dat ze en iets duurzaams veranderen en rendement krijgen, als naar de ondernemers toe. Dat zij geld krijgen, maar ook heel vaak veel ambassadeurs, nieuwe klanten. Soms krijgen ze zelfs nieuw personeel na zo'n campagne en heel veel publiciteit krijgen ze ook vaak. Dus dat krijg je er eigenlijk bij, wat je bij de bank niet krijgt. Ja, en hoe werkt dat dan binnen jullie fonds? Want jullie doen het allebei, dus je, ja, beheert een aantal fondsen, je hebt een crowdfunding platform. Er komt een ondernemer, die belt aan de deur en die zegt, goh, ik zoek financiering. Wat gaat dan richting de crowdfunding en wat gaat richting de traditionele funding? Meestal weten ze zelf eigenlijk heel goed wat voor geld ze willen hebben. En vaak doen we ook combinaties. Dat ze zeggen, nou, ik wil. En ook met banken doen we vaak combinaties. Dat die ondernemers zeggen, ja, hè, ik ga een nieuwe fabriek bouwen. Het meeste doe ik gewoon bankair met een lening met weinig rente. Maar ik wil een deel daarvan wil ik in de crowd ophalen. Want dan wil ik mijn toeleveranciers en mijn afnemers en mijn personeel en familie en vrienden allemaal bij betrekken. Of soms zie je dat bij bijvoorbeeld windparken of zonneparken. Die verwachten dat ze weerstand uit de buurt gaan krijgen. Dus die zeggen, ja, ik wil eigenlijk in de postcode en in de omgeving om mijn park wil ik de mensen betrekken. Dus ik denk dat het veel meer... Dus de rol is ook eigenlijk aan het verschuiven. Hè? Want ja, soms is dat het ook gewoon precies. Het is ook soms gewoon marketing toch? Ja. Ja, soms is de marketingwaarde nog groter. Kunnen wij dan zien op in Meltwater bijvoorbeeld. Dan het geld wat ze ophalen. Ja. En hoe doe je dat dan? Dat hebben jullie geleerd in de loop der tijd. Maar als die partijen bij jullie aankomen, als die aan jullie vragen of binnenkomen van waarom moet je het doen, zeg jij dan inderdaad marketing is echt een belangrijk element ervan zijn? En zo ja, weet je, hoe maak je de keuze?
Nou ja, ik maak die keuze meestal niet hoor, voor die ondernemers. Nee, zij maken ze zelf, maar... Jullie helpen ze een beetje? Ja. Als ze het helemaal niet weten en ze zouden en bij een fonds passen en bij de crowdfunding, dan zou ik ze eigenlijk adviseren, doe allebei voor een deel. Dus ja. Bij een fonds krijg je weer, heb je ook meer begeleiding gedurende die investeringsperiode. En die crowd, daar hebben ze wel contact mee, maar dus bijvoorbeeld als ze een half jaar rapportage sturen, dan vragen ze vaak wel, ik heb behoefte daar en daaraan. Maar bij die fondsen, dan krijg je, vinden die ondernemers veel minder leuk, denk ik, de hele tijd zo'n investment manager die met jou mee aan het kijken is en je aan het adviseren. Ja. Als je kijkt naar die afgelopen periode, sinds je begonnen bent, met name het crowdfunding stuk. In eerste instantie was het heel erg zoiets wat je zei, van de voorbeelden van Kickstarter. Ja. Je gunt, de gunfactor was heel erg groot in het begin. Of je dacht van, nou, ik wil exclusief, dit is iets wat ik als eerste wil hebben. Dat waren duidelijke dingen. Ja. Hoe is die wereld veranderd? Stappen mensen er nu in omdat ze denken, oké, ik kan hier ook substantieel geld mee verdienen. Is dat veranderd in de afgelopen 10 jaar? Ja, dat is zeker veranderd. Er wordt nu echt steeds meer als gewoon asset class, zal ik maar zeggen, bij investeringsklassen gezien, waar je een deel van je geld in kan wegzetten om rendement te maken. Dus ik denk dat dat wel, en ik hoop dat dat eigenlijk nog meer die kant op gaat, dat mensen niet meer denken, oh, dat is leuk, jong, een grapje wat ik erbij doe, maar dat ze denken van nou... Ja, ik denk toch dat er nog voor heel veel mensen met geld of fondsen of anderszins natuurlijk wel een spanning zit tussen zeg maar duurzaamheid als allerbelangrijkste en tegelijkertijd rendement. Ja, maar die lenen bij ons... Voelen jullie dat nog? Of? En bestaat dat nog? Nee, zo voel ik dat eigenlijk niet. Want wij zetten ook gewoon alleen maar leningen live op het platform waar je 6, 7, 8 of meer procent rendement op kan halen. Dus we zeggen niet, nou, dit is zo duurzaam, dus je krijgt maar 2% rente. Dat vind ik niet. Ik vind dat het allebei moet gelden. En financieel rendement en duurzaam rendement. Ja, waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, omdat duurzaamheid anders altijd in de geitenwolle sokkenhoek blijft zitten. En het moet juist mainstream worden. En ik zie ook dat hè, sinds ik dit werk doe, ook steeds meer gebeurt. Dus, want in het begin zeiden ze, ja, wat jullie willen, dat kan niet, want die bedrijven zijn er helemaal niet. Dus... Ja, en nu zeggen ze dat weer over vrouwen, hè? Nu heb ik dezelfde discussie over vrouwen. Nu zeggen ze het over vrouwen, maar ik wil toch even door naar duurzaamheid. Want weet je, het is toch, wat jij zegt, vroeger natuurlijk een spanning geweest tussen ideële doelstellingen en rendement. Ja. Hoe definiëren jullie dat duurzaamheid? Want het is nogal een dingetje dat je zegt, nou, alles wat we doen moet duurzaam zijn. Dat is een leuk containerbegrip, het is heel hip, maar wat betekent dat? Wij hebben voor onszelf inderdaad gezegd, wat is voor ons goed genoeg? Hè? Wat zien we als duurzaam? En wij vinden dat je dus niet alleen de bedrijven die door en door duurzaam zijn moet financieren, maar ook bedrijven die de voorloper zijn van hun sector. Dus die zeggen van ik... De minst slechte in de sector, dat kan het ook zijn. Nou, minst slecht. Dus moeten, als je ze moeten in de wapenindustrie zit en je betaalt wel goed je personeel. Die gaan we niet doen. Nee. Maar als je personeel aardig een kerstbonus geeft, nee, dat doen we niet. Nee. Maar wel zitten we nu, staat er nu bijvoorbeeld een tankstation live op ons platform. En kan je zeggen, nou ja, tanken is absoluut niet duurzaam. Gewoon autorij is niet duurzaam. Maar deze man die bouwt juist het allernieuwste tankstation met waterstof, elektriciteit, LPG, alles wat... de kant van de energietransitie zeg maar opgaat en versnelt. Dus ik denk niet dat je er komt als je nu al zegt van nee, we willen alleen maar bedrijven die door en door duurzaam zijn. Nee, maar ik vraag het ook omdat ik vind het toch wel een belangrijke claim. Ja. Als jij zegt, weet je, dit is wat we doen. Jullie komen ook uit, zijn ook voortgekomen uit die, nou jij noemt het geitenwolle sokken, maar laten we zeggen een hele bewuste keuze waar je wel of geen geld in zou willen investeren.
Hoe belangrijk is dat dan? Weet je, wat, ja, ik zou toch, geloof ik, niet snel in een tankstation investeren. Nee, het leuke vind ik van crowdfunding is dat iedereen dat heel goed voor zichzelf kan zeggen. We hebben ook een project met dadels bijvoorbeeld gehad. En dan zeggen mensen, ja, daar ga ik niet investeren, want ik hou niet van dadels. Ja, dat kan. Ja. Ja. Maar, dus ja, dat maar vind ik het leuke. Ik zat me erin te verdiepen. En dat was wel de eerste vraag die bij me opkwam. Bijvoorbeeld een van de laatste nieuwsberichten die jullie publiceerden was een bedrijfje wat jullie, of een bedrijf wat jullie verkocht hadden in een videoconferencing. Ja, dat was toen, ja. Ja, en ik denk van ja, wat is daar nou duurzaam aan? Een bedrijf die leuke videoconferencing technologie... Hoef je niet te vliegen? Het werd hetzelfde, zij hadden allemaal klanten, hele grote klanten. Dat is genoeg, als je dus zegt van nou, wij ontwikkelen een videotechnologie en dan heb je als verhaal erbij, ja, dan hoef je niet te vliegen, dat is duurzaam. Toen we daar instapten, dus 10 jaar geleden of zo, toen was dat heel, we had niemand dat bijna nog. Ja. En Skype bestond net volgens mij, maar werd niet door bedrijven gebruikt omdat dat niet betrouwbaar genoeg was. Nu is dat natuurlijk, die hele sector, is het niet meer bijzonder ook wat zij doen. En is het veel makkelijker om via je smartphone, die er toen niet was, met elkaar te bellen en te conferencen. Maar toen wij erin stapten, toen hadden zij echt allemaal grote bedrijven en buitenlandse zaken enzovoort, die daardoor minder vlogen. Ja. Dus, ja, dat is interessant. We zijn trouwens heel erg bezig nu met hoe ga je het meten, hè? Hoe duurzaam je bent. Want eigenlijk wil je het ook concreet maken. Ja, precies. Ja. En we hebben daar nu een systeem mee ontwikkeld samen met Sinser. Dat is een bedrijf wat ook in het kit zit en die een methode daarvoor hebben. En wij willen eigenlijk per SDG, dat zijn de Social Development Goals... Ja. Dus wij vinden dat de bedrijven die op ons platform staan en waar we in investeren, die moeten in ieder geval aan één van die bijdragen aan die social development goals. En nu hebben we per goal een aantal meet. Waardoor je kunt scoren. Ja, maar het is natuurlijk heel moeilijk om over zo'n breed onderwerp één meetinstrument, dat had ik het liefst gehad, maar dat gaat niet. Dus we hebben per development goal. Ja, hebben we. Ja. Dat is natuurlijk ook een hele logische vraag. Ja. Dat je denkt van ja, weet je. Hoe? Ik vraag het ook, wij hebben hier natuurlijk heel veel starters aan tafel. En tegenwoordig moet je purpose hebben, want anders is je startup niet goed genoeg. En over het algemeen is dat of duurzaamheid of weet ik veel. Dus weet je, vandaar een beetje mijn vraag van ja, wat betekent dat? Ja. Is dit een marketingverhaal of is het intrinsiek aanwezig in jullie bedrijf? Nee, het is bij ons denk ik wel echt heel intrinsiek aanwezig. Ja. Maar wij vonden ook, vooral omdat nu iedereen inderdaad zegt dat ze duurzaam zijn, iedereen, dat wij het wel moeten kunnen aantonen. Ja, dat snap dus, ik wel. Dus we hebben eigenlijk de hele zomer hebben we die methode met dat bedrijf ontwikkeld. En dat gaan we nu, ja, we moeten het lanceren, dat gaat volgende maand gebeuren. Dan gaan we het ook echt meten. Ja. Hey, en als je dan kijkt wat jullie de afgelopen jaren gedaan hebben... kun je ook een beetje, als je even wat afstand neemt, die lange termijn trends en ontwikkelingen zien. Ja. Wat zien jullie gebeuren in die duurzame sector, laat ik het maar zo zeggen? Toen we begonnen was het veel meer echt fysieke duurzame producten die werden gemaakt. Waar dan die bedrijven ook echt de fabriek voor moesten gaan opzetten. Noemen ze bijvoorbeeld solarlampen, weet ik veel. Ja, hebben we ook gefinancierd. Maar ook een zonneboiler of een brug gemaakt van composiet. Of, concreet. Ja, gewoon concrete producten. En dat is eigenlijk net zoals de rest van de maatschappij, denk ik, steeds meer naar software om besturing van dat soort producten, of smart grid, smart home, smart everything. Dat is eigenlijk, denk ik, de trend die je nu ziet. Ja, en dat is ook wat er bij jullie binnenkomt, steeds meer van dit soort. Ja, ook die komen ook binnen, maar we krijgen eigenlijk nog... dat zijn altijd een soort van... Dan is het populair om... gaat wel in de vlaag, krijg je opeens heel veel inderdaad meetkastjes zo binnen. Sensoren. Ja. En wat ik ook altijd intrigerend vind, als je zo'n portfolio hebt, dat hebben jullie natuurlijk ook. Van welke participatie word je nou echt heel blij? Wat schiet je dan gelijk te binnen?
Dan ga je natuurlijk nu denken, oh, nu moet ik politiek correct. Mag die anderen niet tekort doen, maar... Nou, ik denk, nee, van mijn participatie, wat ik het leukst vond, dat was eigenlijk bij Doen Participaties. En dat was Nicolette Mak, maar die was dat begonnen, maar dat vond ik gewoon zo'n geweldig mens. Die had een broer die invalide was en die dacht, ik ga naar het UWV en dan zeg ik, ik hoef die uitkering niet meer voor hem. Hij kan ook wel koerier worden, want zij was zelf als koerier werkzaam. Maar dan moeten jullie betalen dat de auto wordt aangepast. Ja. Maar toen zei het UWV natuurlijk, nou, doen we niet. Dacht ze, begin ik mijn eigen koeriersbedrijf. Maar dat was gewoon zo'n geweldig mens, want ze had helemaal niet gestudeerd en helemaal daar geen kennis van. Maar ze kwam gewoon aan tafel met een boekje. En mensen in de financiële sector gebruiken altijd moeilijke woorden om interessanter te lijken. En dan schreef ze allemaal op, wat zeggen jullie daar? En dan zat ze... Ja. Zat ze eigenlijk de mensen te challengen van... Nee, ze wist het echt niet, maar ze vond het ook helemaal niet erg dat ze niet wist. En wat bedoelen jullie daarmee en zo? Wat natuurlijk heel erg... Nou, dat vond ik eigenlijk zo geweldig. Daar word je ook wel met je eigen sector geconfronteerd natuurlijk. Dat je allemaal die termen gebruikt. Die als je die twee dingen naast elkaar zet, de een is de One Planet Crowd, de crowdfunding, marktplaats voor initiatieven en mensen die daar geld in willen investeren. En tegelijkertijd, en aan de andere kant, de investeringen die jullie zelf doen. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe groot is de crowdfunding en hoe groot is het andere stuk? Dat crowdfunding, dat groeit eigenlijk elk jaar. We hebben volgens mij bij elkaar nu iets van 30 miljoen opgehaald via crowdfunding. En bij die fondsen werkt het anders. Daar krijg je in het begin van de aandeelhouders van zo'n fonds, die zeggen gewoon, hier heb je een pot geld. Ja. En dat moet je de komende 10 jaar gaan uitzetten en terugkrijgen. Dus je kunt ze eigenlijk niet vergelijken. Het is heel onvergelijkbaar. Dus misschien over 10 jaar is... Want we hebben nu onder andere een fonds van 200 miljoen onder beheer. Maar misschien is crowdfunding over 10 jaar wel veel groter. Hebben we wel veel meer dan 200 miljoen opgehaald. Het fascinerende aan de crowdfunding is eigenlijk dat het zeg maar 10 jaar geleden, of ik weet niet precies hoe lang geleden, maar was natuurlijk een hip en onderwerp. En er werd veel gesproken. Zoals het altijd gaat. Het gaat weer een beetje, Maar jij zegt wel, het groeit wel door. Steeds, we praten er niet meer over. Nee. Maar het wordt wel vaker eigenlijk ingezet door mensen om... Ja, het wordt er steeds vaker en ook steeds meer in combinatie met andere financieringen ingezet. En dat sluit een beetje aan wat we net zeiden. Van soms gebruiken mensen een deel omdat ze denken, oké, dat kan helpen om ambassadeurs te creëren, om marketing beter te doen, et cetera. Ja. Maar dat is altijd een klein percentage, denk ik, of niet? Ja, maar die percentages zijn dan wel 500.000 euro of zo. Ja, dus dat is dan best... Ja, en bij een ander bedrijf, daar van Moven, daar was het 2,5 miljoen. En die hadden dan nog een andere investeerder van een fonds erbij tegelijkertijd. Die ook investeerde en die hebben volgens mij 4 miljoen tegelijk gedaan. Dus van Moven hebben we ook hier gehad. Hè? Ja, dus dat is dan relatief wat klein. Ja, inderdaad. Ja. Wereldgroot. Hey, jullie zitten met een behoorlijk team, volgens mij 25, 30 mensen. Ja. Hoeveel geld beheren jullie? We beheren met de fondsen 260 miljoen ongeveer. Ja. En voor crowdfunding, dan gaat het eigenlijk op dealbasis. Dus we beheren dat wel. Maar dat groeit dus elke dag. Dus dat groeit, we hebben tot nu 30 miljoen. En als we nu startende ondernemers zitten te kijken, wat is jullie pitch? Wanneer moeten mensen zich jou wel gaan bellen en wanneer eigenlijk ook niet? Ze moeten me altijd bellen. Ja. Als ze een bedrijf hebben in de duurzaamheid. Ja, mits het maar duurzaam is. Ja. Ja, maar jullie, verder maakt niet uit. Van echt embryonaal idee. Nou, ideeën, dat is waarschijnlijk te jong voor ons. Maar als je wel al een eerste klant hebt, of je hebt je idee al in een werkend prototype, dan kan het wel bij ons. Ja. Dus,
Ja. En hoe selecteren jullie dat? Heb je pitchdagen? Wat sturen mensen voorstellen? Mensen sturen voorstellen en als die goed lijken, dan nodigen we ze uit op kantoor en hebben we een gesprek met ze. Ja. Ja. Wat mij altijd zo lastig lijkt, want er is natuurlijk vaak over gesproken, dat je kunt hoeveel zeg maar harde criteria je ook op papier zet en procedures en frameworks en weet ik veel. Met wie je wel of niet in zee gaat, blijft iets heel ongrijpbaars. Ja. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Dat is denk ik ook heel erg ongrijpbaar. Want alle investeerders zeggen altijd, we kijken naar team. Ja. Dat is het belangrijkste. En ik denk dat dat ook zo is. Maar ook gewoon, is er een klik? En denk vind je elkaar leuk? Ja, vind je elkaar leuk? Kan ik nog 10 jaar met zo iemand door één deur? Of... Ja. Want dat zijn wel, dat is wel het soort lengte waar je samen mee moet denken. En, vaak is, en ook vaak die teams onderling, die krijgen ruzie. Dat zien we heel vaak. Ja. Dat is wel jammer altijd. Het begint een goed team is. Elk huwelijk begint als een goed team. Ja. 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 Dus je ziet toch wel dat er dan ook gedurende die 10 jaar vaak wisselingen zijn in het managementteam. Dus, en met jullie zelf? Hoe zijn jullie? Nee, bij zelf nog steeds niet. Nee? Okay. Nee, ik zit al 12 jaar eigenlijk met Koenraad samen, hebben we dit bedrijf. Ja, dat gaat nog steeds goed. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, maar we kwamen er dus op een gegeven moment, want we hadden in het begin van al die teams hadden we foto's aan de muur hangen. En toen zaten we op een gegeven moment in die kamer, zeiden we, maar er is niemand meer bij elkaar van die teams. Dus misschien moeten we die foto's maar weghalen. Ja. Ja. Tot slot, wat was jullie laatste... aanwinst in je portfolio? Of in ieder geval die jij je herinnert, omdat je hem leuk vindt? Of, Nou, bij crowdfunding, de succesvolste deze zomer was Fairphone natuurlijk. Die hebben een hele goede campagne gehad. Voor de mensen die het niet gevolgd hebben, hoe groot... Fairphone heeft ook 2,5 miljoen opgehaald. Ja. En die zijn daarnaast ook nog bezig met fondsen. Om aanvullend, dus het is voor hun een deel van de financiering die ze nodig hebben. Ja. Ja. En, nou, die kent iedereen, hè? Fairphone. Ja. Dat hopen we. Ja, en ze moeten er allemaal in kopen ook, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ontzettend leuk dat je erover kwam vertellen. En, ja, vond ik ook. Ja, ik ga het volgen. Misschien wel eens een ideetje insturen binnenkort. Dat is ook goed. Ja, dus dat is anders. Kijk, normaal gesproken investeer je altijd in onze gasten tijdens de uitzending. Ja, maar nu kan je eigenlijk eens misschien wat geld ophalen. Ja. Je weet het niet. Dat kan ook. Had je eigenlijk aan het begin moeten beginnen? Nee, maar je kan het wel scheiden. Dat is na de uitzending. Oké. Heel goed. Ja. Ontzettend bedankt. Jullie gaan wel knippen, hè? Ja. Nee, dat doen we nooit. Nee. Niet. Doen we nooit. Ik zag allemaal hele korte filmpjes. Hoe bedoel je? Bij YouTube en zo. Nou, dat is alleen van heel vroeger werden er samenvattingen gemaakt. Nee, wij zetten altijd alles van. Alles is gewoon integraal. Alles wat je nu gezegd hebt is. Nou, is voor eeuwig vastgelegd. Zolang YouTube het bewaart, is het integraal. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd voor de Stekel. Zei net dat hij een hekel heeft aan speciale biertjes. Nee, dat zei ik nou. Was dat niet? Ik zei dat ik er een beetje genoeg speciaal van heb. Speciaal voor dat ik er altijd zo dronken van word. Oké, dat is waar. Ja. Ze hebben effect. Dank Bier & Co. voor de lekkere biertjes. Ik drink van deze keer de Slow-Mo. We danken zoals altijd voor de streaming van het geheel Jetstream uit Groningen. Ja. Denk PQR voor de hosting van de website. En natuurlijk Freedom Lab van waaruit wij uitzenden. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct zijn we er weer. Kijk je on demand, dan weet je dat je nog 8 jaar een uitzending kunt terugzien. Mooie geschiedenis van de Nederlandse digitale wereld. Dag. Ik kom naar Maurits Bos. Ik kom naar Maurits Bos.